Arne, gefeliciteerd met deze overwinning bij Groningen. Wat stemt je het meest tot tevredenheid vandaag? Uiteraard de manier waarop we gespeeld hebben, want daar kijk ik als trainer als eerste naar. Nee, dat is niet waar. Het resultaat is altijd het belangrijkste en daarna de manier van spelen. En ik vond dat we eigenlijk de gehele wedstrijd totale controle en dominantie hadden. Met wel aangetekend dat we, zoals zo vaak dit seizoen, onze goal-kansenverhouding wat te wensen overliet. Waardoor Groningen wel in de wedstrijd kon blijven. En hadden we Justin nog één keer nodig om niet de tegengoal te krijgen. En ik denk dat dat minuut 70 was dat zij voor het eerst een kans kregen. Ja. Dus dat was uitstekend. Zo goed aan de bal. Dat we eigenlijk door balbezit de controle hadden. Je zegt ook die verhouding kansen-doelpunten. Heb je daar een verklaring voor waarom dat blijkbaar minder is dan je zou willen? Nou, niet alleen ik denk wij allemaal, want er zijn wedstrijden die je voorbij ziet komen, ook in het weekend, waarin je ziet dat kans 1, kans 2 van clubs goals zijn. Er zal vast een fase komen dat hopelijk voor ons ook geldt, maar als ik eerlijk dit seizoen de revue laat passeren, ja, dan heb ik ook wel eens hier gezeten na een gelijk spel, niet hier, maar achter de tafel gezeten na een gelijk spel, dat de kansenverhouding ook absurd was. Dat kan wellicht ook gedurende het seizoen nog een keer veranderen, want het is een lang seizoen en dat gebeurt van alles. Soms ben je beter en speel je gelijk, soms ben je beter, win je ruim. Ja. Dus ik zie er niet een speciale oorzaak voor. Ik denk dat voorlopig wel zo is, maar dat kan ik zo veranderen. Je gebeurde het in het verleden wel eens vaker dat als de concurrenten punten verspeelden, dat Feyenoord dat dan ook deed. Nou, vandaag, dit weekend, gebeurt dat dan niet. Wat doet zoiets ook met jou, met de ploeg? Geeft dat misschien ook extra rust, zeker in de aanloop naar de wedstrijd van volgende week? Nou, de rust die je vooral krijgt is, en dat moet niet, je moet niet te veel rust krijgen, maar het geeft vooral gewoon vertrouwen, als je dat een beter wordt, om ons te zien voetballen. Het hele seizoen zijn we al oerdegelijk, omdat we ongelooflijk hard werken met elkaar. En ik zei net al, een minuut 70, misschien zijn we de eerste kans krijgen. Dat is eigenlijk het hele seizoen al aan de gang. We geven haast geen kansen weg. We hebben al meerdere keren de nul gehouden. Maar het voetbal vind ik goed hoor. Het vervelende is als ik daar zelf wel wat kritisch op ben, dan lees ik overal van, ja, dat het voetbal moet allemaal beter. Maar dat voetbal van ons is echt al goed te noemen. Maar vandaag vond ik dat zelfs heel goed. En dat geeft heel veel vertrouwen. En dat resulteert ook in de overwinning van vandaag. In welke mate maakt Mats Wiever ook vandaag weer indruk op jou? Ik denk dat Mats heel goed gespeeld heeft. Maar ik denk dat het ook heel prettig is als je in dit elftal je in mag passen. Als je mee mag spelen. Omdat er zoveel vastigheden in zitten. Zoveel. Het is ook heel lekker als je naast een Orkun Kutsu in het veld mag komen. Want die was vandaag ook weer erg goed. En dan speelt Mats mee. Omdat Mats 1,5 jaar bij ons is. En al meerdere keer heeft ingevallen. En weet wat er gevraagd wordt. En zijn medespelers zorgen er ook voor dat hij vandaag goed kan spelen. Want dat vind ik absoluut dat hij het gedaan heeft. En hij voegt nog toe. Bijvoorbeeld ten opzichte van Quinten, dat hij heel veel kopduels wint. En dat was vandaag nodig, want de keeper van Groningen had zijn schietschoenen wel aan. Ja, die had een hoop lange ballen inderdaad, Verhips. Je zegt ook, Kuksu noem je al eventjes, samen met Wiever. Hoe komt het ook dat zij elkaar zo goed begrijpen? Ja, dat zit hem natuurlijk niet alleen in die twee. Dat zit hem in 11 spelers die vrij aardig weten hoe ze vrij moeten lopen en hoe de tegenstander druk zet en hoe ze dan onderuit moeten voetballen. Ik bedoel meer en het is natuurlijk niet dat Mats een week geleden bij ons is gekomen. Die is een half jaar bij ons. Als wij trainen, dan wisselen we ook wel eens door. Ook op het moment dat het nog niet voor jullie zichtbaar is. Maar die jongens worden wel meegenomen wat er van hen verwacht wordt. En vandaar dat hij vandaag goed heeft gespeeld. Maar nogmaals, ik denk dat Groningen normaal een club is die in de subtop van Nederland meespeelt. Maar op dit moment niet. En afgelopen donderdag hebben we tegen Zwolle gespeeld. Een eerste divisionist. Die vandaag, als ik me niet vergis, wel weer overtuigend gewonnen heeft. Hij stond 3-0 voor. Heel mooi, nummer 1 van de eerste divisie. Vind ik dan mooi. Maar goed, dat is wel andere weerstand dan de wedstrijden die er de komende weken aankomen. Ja. Pajau maakt zijn eerste doelpunt. Hoe belangrijk is dat voor hem? Ik denk dat het voor hemzelf prettig is en voor ons ook. Want het is belangrijk dat aanvallers scoren. En goede goal. Goede assist van Mats Wiever ook. En dan focus jij op de goal. Maar ik vond het ook heel belangrijk om te zien dat hij herkende bij de tweede goal dat de tegenstander van Orkun Kutsu ging dubbelen. En dat hij dribbelde tot het moment dat hij dacht van, hé, maar nu kan ik Orkun vrij spelen op de 16. En daarmee eigenlijk Orkun een ideale schietkans bood.
En als Orkoen mag aanleggen, dan is het niet uitgesloten dat het een goal is. We zeggen Jan Baks uitvallen met kramp, dacht ik. Valt dat mee? Of? Ja, als het kramp is, valt het mee. Maar ik denk sowieso dat dat dus meevalt. Ja. Wat merk je van de, vond ik natuurlijk de klassieke tegen Ajax, wat merk jij daar nu al van in het Rotterdamse? Ik nog niks. Behouden ze dan dat onze supporters daar vandaag wat over zongen. Maar voor het overige, ken je mij een beetje, ben ik altijd bezig met de eerstvolgende wedstrijd. Dat was Groningen. Dan hebben we ze zo optimaal mogelijk op proberen voor te bereiden. En kan nu de focus op de eerstvolgende wedstrijd en dat is Ajax thuis. Dankjewel.